Ja. Van die slakkers. Ja. Daar zit zo draadjes in. Ja. Ik ben op zoek, naar een 2,5 naar 3,5 meter opzetstukje, zodat ik een rode microfoon op mijn camera kan planten. Nou, het zoeken van dat opzetstukje dat kost nog behoorlijk wat energie. Hè, zoals je hier kunt zien. Want ik ben daarnet door de veiliging aan mijn hamer gezet. Want ik ben daarnet door de veiliging eerst naar 3 gestuurd. En op zich had hij gelijk. Alleen ik heb alleen maar een opzetstukje nodig. Dus niet zozeer de kabel. Ja. Ellende is dat je dan wel ongeveer heel de winkel hebt gezien. En weer met een hele hoop dingen zit waarvan je zegt van goh, dat zou ik dan ook wel heel graag willen hebben. Ik zei het dus verkeerd. Ik moest een 3,5 naar 2,5 hebben. Je gaat van ingang naar uitgang toe, of van uitgang naar ingang, net hoe je het wil hebben. En nu ga ik met een sportvaart naar Popeye in Eindhoven, omdat we daar namelijk een afspraak hebben met, ja dat mag ik niet zeggen, dat ga je zo dadelijk, hopelijk, althans, dat ga je zo dadelijk, dat waarschijnlijk nog heel even zien. Die hebben we nog niet gerepeteerd, maar dat gaan we nu gewoon in één keer wegspelen. Als de maat gelegen hadden jullie Hells Bells gespeeld. Met bel en al, hè? Ja, kun je dat of niet? Met een bel, ja, dan moet ik even vragen. Yo, echt. Jongens, hartstikke bedankt. Yes. Goed, dat was het. Betaal jij? Niet vergeten, zaterdag 5 november aanstaande is er de Kamer van Koophandel startersdag in Eindhoven. Nou, dit is in ieder geval voor belang van mensen die willen starten of zijn gestart en nog steeds informatie nodig hebben. Wij staan er ook, ik weet nog niet op welke stand, maar zodra dat bekend gaat worden laat ik het uiteraard weten. Wat voor ons of voor mij van belang is, is dat je mij laat weten wat je graag zou willen komen te leren tijdens die startersdag. Ja, let op, in mijn ogen ben je starter. Niet alleen als je als ZZP begint, maar ook hè, de eenmanszaak is ZZP. Maar als je in een VOF gaat stappen, of zeker ook als je van een bijvoorbeeld besloten vennootschap, een BV, teruggaat naar een eenmanszaak toe. Of als je van bijvoorbeeld de eenmanszaak overstapt naar de BV toe. Want je komt toch in een totaal andere situatie terecht. Dus nogmaals, heb je een vraag waarvan je zegt van luister, daar zou ik meer over willen weten. Laat het dan weten in de comment of tweet mij. Senol Tapiramas is mijn tweet, mijn Twitter-ID. Je kunt me vinden op Snapchat uiteraard onder dezelfde Twitter-ID. Op Google Plus met dezelfde ID. Dus ik ben er in principe er overal. Je mag me zelfs connecten op LinkedIn als je dat zou willen. Ik zie je graag op 5 november. Dat is zaterdag 5 november in het Evaluan in Eindhoven. Bij de Kamer van Koophandel Startersdag. En ik heb dus je hulp nodig. En ik wil graag weten welke vraag jij hebt als aankomend starter of... Misschien ben je zelfs al gestart. En waar kunnen we jou mee helpen? What was that? That was very strange. It was very weird. Peculiar. It was kind of amusing. Yes, it was rather funny. It was incredibly funny. I loved it. Hilarious. Wonderful.